ik woonde in Canada, ik ben Canadees. In Engeland geboren, maar toch Canadees. En mijn ouders waren gescheiden. En plots was mijn moeder verloofd en ging trouwen met een Nederlander. Dus een hele familie kwam hier naartoe. Heel veel mensen van mijn generatie, wij waren natuurlijk allemaal dol op de Beatles. Maar ik had geen enkele associatie met... ik wist niet dat je dat klank van die platen uit de gitaar kon halen. Dus, maar toen ik hier in Nederland kwam wonen, ging ik op een Nederlandse school zitten. En daar kwam ik Indische jongens tegen. Ik heb het geleerd van de Indische jongens, zoals zoveel van die mensen uit die tijd. Leuk is, ik had laatst hier ter reparatie ook de gitaar van Andy Thielman. Dus dat vond ik... want hij is natuurlijk de aartsvader van al die Indo-rockers. Dus dan vond ik een soort... De cirkel was in zekere zin rondgegaan. Dit Strat komt ook net binnen. Het is begin 70e jaren Stratocaster. Wel een mooie. Hij is bijna origineel. Er zit een nieuwe element op. Maar de rest is origineel. En het is ook allemaal mooi verouderd. Ja, stilletjes aan, ook een collector's item aan het worden. Hij was erg gehavend. Ik heb de hals schoongemaakt en een paar laklaagjes erop gespoten. En nu gaan de nieuwe fretten in. 2. Toen ik dus school had afgemaakt in Nederland, ben ik gaan studeren. Terug naar Canada, daar naar Engeland. Ik... begon vooropleiding van het conservatorium te doen. Begon ook bij een gitaarbouwer te werken als theezetter en boodschappenjongen, dat soort dingen. Ik merkte dat ik dat een beetje in de vingers had en er was heel veel werk. En een fantastische klantenkring van hele beroemde gitaristen. Dus dat was natuurlijk voor een jongen van 18, 19 het leukste wat er was om aan de gitaren van al die Engelse helden van me te werken. Wat ik heel veel doe, en wat niet zoveel mensen doen, is dat ouderwetse Delta Blues spelen. En dat is heel veel gespeeld in een stemming, vaak in een G-stemming. Dus even kijken wat we hier hebben. Opgehouden. Ik heb 5 jaar lang daar gewerkt. Daarna terug naar Nederland. Ben ik hier ook begonnen met een eigen werkplaats. Na een paar jaar begon ik weer in bands te spelen. Eerst in een Engelse band en getoerd in Europa en in Canada. In zekere zin begon het ook in de periode dat ik met de Clark speelde, omdat we heel veel reisden. 2, soms 3 optredens op een dag. En onderweg in de auto zat Peter altijd vooraan te trommelen met zijn stokjes. Het begon toen een soort iets te dagen van, het moet mogelijk zijn om een gitaartje te ontwikkelen die zo klein is dat je hem gewoon kan spelen zonder iemand lastig te vallen. Ik ga hier iets aan doen. En toen begon ik met prototypes of gewoon een beetje instinctief instrumenten te maken zo compact mogelijk. Dus wat hebben we hier nou? Ja, je ziet het, een hele specifieke brug. Die is speciaal ontworpen, uniek voor de Lapstick. Gemaakt door een ontzettend goede bedrijf in Duitsland, ABM. Die maken ook voor de wereldtop, zoals Gibson en onder andere. Hij is absoluut, er zit geen millimeter te veel aan, om zoveel mogelijk snaarlengte te geven. En dit stukje is uiteraard ook, hoort erbij, bij het setje, is ook zo compact mogelijk. Dus we hebben een soort systeem die het maximaal uit de minimale lengte haalt.
Hier zit de voorversterker. Die is direct naar de versterker, dus het is gewoon een normale uit. Dit is een koptelefoonversterker met verschillende geluiden. Een simpele element, maar wel eentje met humbucking. Dus hij is niet storingsgevoelig. En je krijgt subsidie voor het ontwikkelen van onderdelen. En zodoende konden we dus een nieuwe brug gaan ontwerpen. En dat bleek de sleutel om van het kleine concept een heel goed functionerend instrument te zijn. En ik kijk even hoe die settelt. De frets moet nog gevlakt worden en er komt een beetje afstelwerk bij kijken, maar in principe is het best een goed ding. Omdat het een heel klein ding is, het past in een klein doosje. Hier is een lapstick. Klaar voor verzending. Weegt onder de 2 kilo. Dit is een mooie klus. Echte uitdaging. Wat ga je hier aan doen? Oude Gibson Acoustic. En die is diverse keren onder handen genomen door mensen. Je ziet het, het is echt een klein beetje een bende van binnen. Dus alles wat er niet hoort, wordt eruit gehaald. Dit wordt verstevigd. Dit wordt weer gemaakt. De achterkant, de zangbalken laten helemaal los. Je ziet het. Die zijn aan één kant al helemaal los. Dus de hele achterkant was in elkaar gedrukt. Nou, dan moest hij eraf. Hij komt uit Texas ook. Deze is net terug van Texas. Is gekocht door een Nederlandse handelaar. En de bovenkant is ook helemaal ingezakt. Dat zie je. Dus er moet heel wat aan gebeuren. Het is wel een mooie gitaar. Gibson Dove. Toch een beetje een collector's item. Deze zaag is op diepte en op dikte geselecteerd en afgesteld. De gloof precies goed is. Oké, ik vind het goed. Ga ik even kijken hoe dat erin past. Sinds die tijd is het als een soort kleine snowball, alsmaar gaan rollen. En nu hebben we inmiddels meer dan 300 verkocht. Nou, dit is het klassieke geluid van de Lapstick. Het is clean, redelijk vol. Ja. Mijn hartstocht qua muziek, mijn liefde, is bluesmuziek. Dat is, dus, ik heb altijd gezegd, popmuziek is leuk, popmuziek is goed. Maar tot je 30ste.